Hallo en leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ben en ik zijn gaan zoeken met de metaaldetector. We hadden eindelijk weer eens prachtig mooi weer. Lekker zoeken met de zon op onze gezicht. Deze beelden heb ik vastgelegd met de nieuwe camera waarin ik in de vorige video over heb verteld. We hebben leuke vondsten gedaan, dus laten we snel gaan kijken. Ja, ja. Nou, een stuk tinnen lepel. Hij is wel dik. Nou ja, niet helemaal compleet meer. Maar er staan gewoon letters in ook. Er staan letters in, ja. Dat is toch wel grappig. Ja, die heeft wat modder. Ja. Ja. Nou, ik weet niet of het zo te zien is, maar... Ja, ik denk het wel. AF. Ja. Ja. Toch weer een grappig detail. Alfred. 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 Ja. Je doet eens kwak. Lekker hoor. Ja. Mooi dingetje hoor, die camera. Ja, hè? Die ben je straks kwijt. Ja. 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 Yes. Oké, okay, Ben. Een zilveren munt. Uit Overijssel. En ik ga hem zeker nog thuis even schoonmaken. Aha. Zie je het zo? Ja. Maar wat die letters nou betekenen, weet ik niet. Jawel, Overijssel. Is dat over? Het is een stuiverstuk uit Overijssel. Van Overijssel. Oh ja, 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 ja. Ja. Ha, dik hoor. Hey. Lekker hoor. Zilver is binnen. En rond de 17e eeuw, hè? 1600 ongeveer, toch? Ja. Stond er. Maar dat gaan we nog even uitvogelen of dat. Dik. Super, Ben. Ja. Toppie. Toppie. Lekker man. Ja, nou jij nog. Nou. Ja. Ze beginnen te komen nu. Goeie vondst. Goeie. Yes. Ja. Die kan in de pocket. Ja. Doe maar goed in het doosje. Zeker weten. En dan... Yes. Ja. Doet die gewoon echt hoor. Hoi. Lekker man. Hoppa. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Daar gaan we voor. Daar doen we het voor. Ja. Eindelijk ook lekker droog weer. Ja, heerlijk. Heerlijk. Het zonnetje schijnt. Dus toch genieten zo. Ja. Ja. Dus, en een leuke vondst. De eerste leuke vondst is eruit. En we zijn nog aan het begin van het jaar, dus ja. Nou, ik heb er wel vertrouwen in dat we dit jaar weer verrassende en hele mooie vondsten gaan doen. Zeker. Nou ja, dit is dan de eerste van het jaar voor mij. Ja. Ja. Lekker man. Ja. Nou, gaan we gauw verder. Yes! Omdat de wind hier erg opstak, is er niet meer te horen wat ik hier vertel. Maar ik doe hier weer een leuke vondst. In de kluit is de afdruk al te zien. Dat maakt je nog nieuwsgieriger wat het precies is. In eerste instantie dacht ik aan een munt, maar na eventjes zoeken kwam er toch een zegellood uit de aarde tevoorschijn. En nog een hele mooie ook. Op dit zegellood staat Olieslagerij Utrecht. Ondanks dat hij niet helemaal heel meer is, toch nog een leuke vondst. Een fragmentje van een knoop. Enkele letters zijn nog leesbaar. A, G, E. Herken jij deze knoop? Weet jij precies hoe oud die is? Laat het dan even achter in de reacties. Thank you.
zijn 24, 25, 26. Ja. Aan de ene kant ga je er altijd vanuit dat is iets moois. En je moet er ook vanuit gaan halen dat het niet iets moois is, dan kan het alleen maar meevallen. Maar. Dat is ook zo. Je weet het niet. Drie steekjes. Drie steekjes, Ben. Ja, rotzooi. Rotzooi? Serieus? Wat is het? Een stukje aluminium? Ja. Ah. Ah, scheisse. Scheisse materiaal. Scheisse. Scheisse materiaal. Hoppa. Maar dit keer gaan we geen... Dit keer gaan we geen taxi nemen. Nee? Nee. Een lamme arm. Hij ging een lamme arm? Ja. Waarvan? Ja, van ik wist dat je ging zeggen. Van het swingen. Oh. Okay. Maar we gaan eventjes hier kijken. Want ik heb een stuk bestek gevonden. Nou ja, hij is gewoon helemaal heel. Dus even kijken. We hebben dus een complete vork gevonden. Hoe leuk is dat? Ork. Soep eet je met een? Oh. Ja, toppie. Een musketkogel. Ja? Ja. Ah ja. 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 De tweede? Ja. Maar Ben. Ja. Sorry dat ik zo bot tegen je doe. Hier. Nou, je hebt het vlees eraf geknaagd. Nou, heb je nou niks voor me overgelaten, maar ben jij bot, hè? Nou. Goed, ik heb een leuke vondst gedaan. En het is een zegellood. Nou had ik deze al eens eerder gevonden, maar nog niet compleet. Deze is gewoon compleet. Wollen deken gemaakt binnen Leiden. Hé, hey, weer zo eentje. Maar de achterkant, daar staan dus ook nog leuke dingen op. En dat maakt deze toch wel weer heel leuk om te vinden. Heb je nou toch weer zo'n wollen deken? Ja. Oh, kijk, hier. Ga je lezen, laat je sleutels dan? Ja. Lijkt me wel, toch? Ja. Dus best leuk. Kun je hem ook zien? Ja, mooi man. Mooi hè? Met achterkantje erbij. Dus helemaal compleet. Dat is toch wel weer leuk. Nou, dat andere lood wat ik eerder al vond vandaag, die was ook mooi. Dus dit is toch best... Dat is toch zeer aangenaam. Best grappig. Ja. Ook daar zijn we blij mee. Geen zegels gedaan. Ja, hij was compleet, maar de huls is nou gebroken. Een scherpe patroon. Maar als ik... De kogelpunt, die heb ik hier nu los in mijn handen. Maar er zit een hele diepe groef in, brede groef. Het lijkt wel dan dat het toch echt begin 1900, dat het een oude patroon is met zo'n brede groef. Want zo heb ik ze eigenlijk nog nooit gezien. Ja, ik denk dat die dan toch... Begin 20e eeuw is. Ja, grappig. Ja, hier de bodemstempel is ook niet te zien, dus ja, daar kunnen we ook niks van maken. Ja. Dat was hem weer. Ja. We sluiten af met het avondzonnetje. Hij gaat bijna onder. Heerlijk. Het was echt een schitterende dag vandaag. Tot zeker, ja. Leuke dingen gevonden toch ook wel weer. Ook zeker, ja. Dat was, ja. Alhoewel, ik had wel meer gewinnen. Jij had
Oké. Nee, maar ja. Ik ben toch wel... ik had ook wel wat meer gewild, maar toch heb ik genoten van deze dag. En, zeker, ja. Nou, lekker eten, want... Ja, we hebben ook honger gekregen van al dat graven. Pizza staat te wachten. Ja, toch? Dus, dat was dat het dan wel, hè? Het was hem weer. Tot de volgende keer, maar weer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.